Hey! Vandaag gaan we een collega saaien. Beginnen doen we natuurlijk met de zaadjes. En natuurlijk de zaaibeschrijving. De collega's zaden zijn eigenlijk heel gemakkelijk. Die hebben geen voorbereiding nodig, dus je kunt direct beginnen zaaien. En het eerste dat je dat doet, is een potje gaan zoeken. Wij gebruiken natuurlijk altijd onze supermooie frisse potjes. Maar dat kan ook in andere potjes, glazen, plastic potjes, van die potjes met gaatjes in, dat kan ook allemaal. Ja. Volgende stap is dan de potgrond. Ja, wij gebruiken altijd zaai- en stekgrond. Er zit perlit in, dus dat is heel luchtig en dat is ideaal om plantjes mee te zaaien. Je kunt ook wel een gewone potgrond gebruiken, maar dan kun je daar best zandgrond bij mengen en misschien ook nog wat perlit erbij. Je vult je potje dan en dan maak je dat vochtig. Wij doen dat met een plantenspuit, omdat het ervoor zorgt dat de grond niet te nat wordt, maar wel vochtig genoeg is. Voilà. En dan blijven je zaadjes ook mooi zitten. Als je eerst je zaadjes gaat planten en dan pas je potgrond vochtig maakt, dan kunnen die toch nog een beetje gaan rondbewegen. En dat is juist niet wat we willen bij collega-zaadjes, want die moeten aan de oppervlakte blijven liggen. Ja, dat zijn heel fijne zaadjes, dus je kunt die daar gewoon eigenlijk overstrooien. En je moet die dan daarna niet meer bedekken, dus dat gaat perfect. En dan is het heel belangrijk om je potje helemaal af te dekken. En dat kun je op verschillende manieren doen. Als je nu een klein potje hebt genomen, dan kun je daar gewoon heel simpel een glaasje over zetten. Een dekseltje. Voilà. Of je kunt ook met een petfles die je in twee hebt gedaan, dat daar zo over gaan zetten. Ja, en dan kun je dat ook gewoon nog opschrijven welk zaad eronder zit. En wanneer je gezaaid hebt, zodat je de evolutie van die zaadjes kunt volgen. Het is vooral belangrijk dat er geen lucht aan je potgrond kan komen, zodat die niet gaat uitdrogen. Dat kan ook wel gewoon met huishoudfolie als je niks van die dingen zomaar liggen hebt. Af en toe zeker ook checken dat je grond nog vochtig genoeg is. Stel dat er toch ergens lucht aankomt en je grond is aan het uitdrogen, kun je dat af en toe met de plantenspuit terug wat vochtig maken, maar nooit te veel water geven. Voilà, en dan kan je potje op een lichte plaats gezet worden. Zorg er ook zeker voor dat het niet te koud wordt, dus dat de temperatuur ongeveer wel constant is. En dan is het eigenlijk gewoon wachten. Ja, hou zeker op de hoogte. Als je ziet dat de zaadjes beginnen ontkiemen, zet dat zeker in de stories en op ons team en op Instagram. We vinden dat heel tof om dat mee te kunnen volgen. Voilà, en als je nog vragen hebt, dan kun je ook altijd nog een berichtje sturen. Bye bye! Ciao!